Hey, ben jij ook op zoek naar een woonruimte? Maar kun je niks betaalbaars vinden? Je bent niet de enige. In Nederland is er een enorm tekort aan woningen voor jongeren en starters. Vooral in de steden. En wat er wel is, is vaak onbetaalbaar. We zijn steeds meer van ons inkomen kwijt aan woonlasten. Mensen zitten muurvast. En daarmee groeit de ongelijkheid in de samenleving. Dat zien we niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese steden. Zoals Barcelona, Berlijn en Boedapest. Hoe dit komt? Rechtse partijen vinden dat we wonen aan de markt moeten overlaten. En omdat er een tekort aan woningen is, kunnen huiseigenaren steeds hogere huurprijzen vragen. Wij vinden dat betaalbaar wonen een basisrecht is voor iedereen. Als we voor iedereen een betaalbare woning willen, moeten we de regels aanpassen. En veel van die regels komen uit Europa. Daar moeten we dus beginnen. Hier gaat het mis. De regels om te investeren in sociale woningbouw zijn te streng. Commerciële investeerders zijn beter beschermd dan huurders. Zo kopen ze steeds meer woningen op om grote winsten te maken. Met Airbnb worden woningen steeds vaker continu verhuurd aan toeristen. Maar met de huidige regels kunnen steden dit nauwelijks aanpakken, waardoor er minder plek is voor wonen. Om dat te veranderen is de politiek aan zet. Zowel in Nederland als in Europa. Samen pakken we de wooncrisis aan. Meer weten? Ga naar eerlijkwonen.nu.